deze metingen waar we het nu over hebben. Dat is iets ja, voor het geval dat. Dat inderdaad onze regering het plan doorzet, ondanks alle aanwijzingen dat er weinig van klopt. Als je kijkt naar wat voor decibelwaardes er in de MER genoemd worden. En dat dan ook nog eens vergelijkt met de waardes die tijdens de belevingsvlucht bijvoorbeeld te horen waren. Dan zijn dat wel dingen waar wij inderdaad bang voor zijn. We willen ook onze inwoners de kans geven om het tijdig in te vullen. We willen ze daar ook in faciliteren. En op deze manier meteen het signaal afgeven van hé mensen, het heeft gevolgen hier.